Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplazen.nl. Afgelopen nacht regende het, maar inmiddels is dat regengebied weggetrokken, en brede opklaringen hebben zich over het land uitgespreid betekent dat we vanochtend al een zonnige periode hebben met slechts enkele wolken een temperatuur van 4 à 5 graden en vanmiddag wordt het dan nog wat zachter dan stijgt het kwik naar 5 tot lokaal 8 graden bijna nog steeds een flinke zonnige periode en blijft droog de wind waait uit het zuidwesten en is meestal windkracht 3 tot 4 aan het einde van de middag wordt hij aan zee windkracht 5 vanavond neemt de bewolking toe heel misschien langs de westkust en het noordwesten een spatje regen of motregen stelt dan nog weinig voor geeft wel de start aan van een meer wisselvallige periode. Morgen hebben we namelijk te maken met een toenemende wind en een periode met regen. Het kan stevig regenen, vooral later op de dag en het wordt zo'n 6 tot 8 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en af en toe ronduit onstuimig met kansen op storm. En die kans is het grootst op zaterdag langs de Noordkust. Hoge temperaturen zoals ik al zei, zaterdag verwachten we maximaal van 12 graden. Zondag koelt het weer aardig af, heel misschien valt er dan lokaal een winters buitje. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl